Goedemorgen, Melissa de Prater, voorzitter van de politieke partij Vooruit. Voor dit gesprek vroegen we u om ons mee te nemen naar een plek in de natuur die u nou aan het hart ligt. Kunt u ons vertellen waar wij vandaag zijn en wat deze plek voor u betekent? Ja, absoluut. We zijn vandaag in het provinciedomein De Gavers in Haarlembeke. Ik woon hier ook al heel mijn leven op fietsafstand en wandelafstand van dit domein. En jullie zullen gezien hebben, het ligt eigenlijk in een vrij drukke stad. Maar het is toch echt een oase aan groen en aan rust en natuur. Ja, wat betekent het voor mij? Ik ben hier eigenlijk voor een groot stuk opgegroeid. Ik ben hier in de winter komen schaatsen op het Grote Meer hier in de Gavers. In de zomer aan het strandje komen zwemmen met vrienden. En doorheen de jaren ook altijd blijven terugkomen. Dus ik kom hier zeker één keer per week om te lopen of om te wandelen op zondag. Dus het ligt mij heel nauw aan het hart en ik kom hier heel graag. En kan ik daaruit afleiden dat u natuur belangrijk vindt? Ik vind natuur zeker belangrijk en ik vind natuur voor meerdere redenen belangrijk. Want daar wordt nogal eng naar gekeken, vind ik toch soms, in bepaalde discussies. Ik denk dat iedereen wel weet dat natuur sowieso goed is voor ons klimaat en sowieso wel een belang heeft voor de kwaliteit van de lucht enzovoort. Maar er wordt iets te weinig nadruk gelegd, vind ik vaak. Of mensen beseffen niet altijd dat natuur ook gewoon een heel grote impact heeft op de gezondheid. En voor mij is dat wel een hele belangrijke, omdat één, ik merk het zelf. Als ik een drukke week heb gehad of een drukke dag, ja, dan is vaak een wandeling in een natuurgebied zoals hier het enige wat echt rust kan brengen. Maar twee, ja, het is ook gewoon echt een feit, zeker op het mentaal welzijn van mensen, dat meer natuur gewoon een positief effect heeft. Dat blijkt uit heel veel studies. En wij zijn zelf een partij die volksgezondheid absoluut als een prioriteit zien. Ja, natuur is daar wel een belangrijke in. Oké. Dus u geeft aan dat u natuur belangrijk vindt en terecht, want zoals u zelf al zei, meer en meer onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van natuur bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Dan is het toch een slim en sociaal idee om meer te gaan investeren in natuur. Hoe zou u dat concreet doen? Meer investeren in natuur, dat is zeker en vast. Er zijn eigenlijk ook een aantal engagementen aangegaan door de huidige Vlaamse regering. Wij zijn daar geen deel van. Wij zitten in de oppositie, maar wij hebben dat engagement wel altijd gesteund. De Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD, die hadden de ambitie om 4000 hectare bos en natuur bij te creëren. Alleen, helaas, die ambitie is niet waargemaakt. Dus daar is slechts een derde van gerealiseerd. En ik vind echt dat we een tandje bij moeten steken en dat we wel ambitieus moeten zijn en wel veel meer moeten investeren in natuur. Alleen zal dat op heel veel verschillende manieren en op heel veel verschillende plekken moeten zijn. Het bijcreëren van bos, maar ook van de verbinding van bossen. En ook veel meer, dat denk ik oprecht, heeft elke gemeente ook de verantwoordelijkheid om bij leegstand of bij plaatsen waar er weinig passage is of die weinig gebruikt worden, om die ook te ontharden en daar ook gewoon natuur te voorzien in de plaats. Want ik denk dat dat niet trouwens alleen een natuur- en een gezondheidseffect heeft, maar ook een sociaal effect. Want heel veel mensen die in een drukke stad wonen, die hebben ook nood aan een plek waar dat je even bij elkaar kan komen. En ook daarvoor kan natuur natuurlijk een heel belangrijke rol betekenen. Nu, als het gaat over natuurbehoud en habitats, mevrouw de Prater, dan weten we dat 95% van de Belgische natuur in slechte staat verkeert. 95%. Daarmee bengelen we werkelijk aan de staart van Europa. Hoe gaat Vooruit dat veranderen? Hoe gaat Vooruit de natuur hier bij ons herstellen? Ja, er moet opnieuw veel meer worden geïnvesteerd, veel meer worden aangeplant, veel meer natuurbeheer komen. En ik denk dat het al start met heel duidelijk te maken welke effecten natuur allemaal heeft. Dus veel ruimer dan enkel eens een wandeling in het bos. En ten tweede, ja, dat we natuurlijk gewoon daar echt moeten op inzetten om op elke mogelijke plaats, elke mogelijke manier, ook wat out of the box te denken, natuur te gaan voorzien. Dat betekent dus concreet veel meer ontharden. Daar moeten we echt heel hard op inzetten. Er komt nog altijd minder bos bij dan dat er verdwijnt. Dus dat blijft wel een heel groot probleem. Er zal ook veel meer moeten worden verschoven in budget. Ik denk bijvoorbeeld aan de subsidies van fossiele brandstoffen. Daar gaat nog altijd veel budget naartoe. Laat ons dat niet meer doen, maar dat budget wel investeren in onze provinciale of nationale domeinen. En laat ons ook ten derde in de grote steden, in verstedelijkt gebied, veel meer op zoek gaan naar initiatieven waar er samen moestuintjes worden aangelegd enzovoort. Ik denk dat elke kleine inspanning wel echt gewoon belangrijk zal zijn om ervoor te zorgen dat we veel meer natuur krijgen. Oké. En als u het heeft over ontharden, hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Hebben jullie daar pistes voor of waar gaat het dan precies over? Ja, het begint vaak al klein. Als we hier in Haarlembeke zijn vandaag, dan hebben we een paar jaar geleden een volledig nieuw marktplein aangelegd. Dat is bijna volledig in beton. Dus ja, dat zijn plannen van vele jaren geleden. En op dat moment
was het vrij logisch om heel veel te betoneren, heel veel parking te voorzien. Ja, ook nu worden daar weer andere beslissingen genomen. Zitten wij zelf ook in het stadsbestuur en hebben we gezegd, spijtig dat het vrij recent is, maar we gaan toch echt wel gewoon veel baksteen, veel steen eruit gooien en terug groen voorzien. Ik denk dat die logica overal moet worden doorgetrokken en dat we dus ook hier en daar echt wel actief moeten gaan ontharden. Ik denk dat dat belangrijk zal zijn om ervoor te zorgen dat er meer natuur komt in elke stadskern. De afgelopen legislatuur zijn in ons land klimaatdoden gevallen. Bij de overstromingen in de Vestervallei, Pepinster, zijn 39 mensen gestorven. We weten dat extreme weersomstandigheden vaker zullen voorkomen en dat ze intenser zullen zijn. Hittegolven, droogte, overstromingen. Hoe gaat uw partij de bevolking daartegen beschermen? Ja, ik hoop dat iedereen ten eerste goed beseft heeft wat daar is gebeurd, want er zijn inderdaad doden gevallen. Maar niet alleen dat, heel veel mensen, hun woning is ook gewoon volledig verwoest. Ik ben zelf in die periode naar Pepinster geweest om mee te helpen in een aantal woningen om de schimmel van de muren te verwijderen, want zo was het natuurlijk. Heel veel mensen hadden een volledig verwoeste woning en hebben daarna ook vele miserie gehad met bijvoorbeeld verzekeraars om die woning terug in orde te krijgen. Dus de gevolgen zijn heel groot voor heel veel mensen. Ik hoop dat iedereen dat beseft. Want dat betekent natuurlijk ook dat we veel meer inspanningen gaan moeten doen om dat soort situaties te vermijden. En een van de zaken die zeker zal moeten gebeuren is niet alleen op overstroming werken, dat is één iets, maar ook op droogte. Dat is een probleem dat ik ook hier in mijn eigen provincie in West-Vlaanderen heel hard zie. Er zijn heel veel problemen met de droogtes, natuurlijk ook een natuurfenomeen en natuurlijk ook het gevolg van veel te weinig inzet op natuur. En wat zie je ook daar dan weer? Mensen die een woning gebouwd hebben op gebied, op kleigebied, waar de droogte een impact heeft. Ja, die woning scheurt, die woning gaat gewoon kapot. En ook voor die mensen is hun huis natuurlijk verdwenen. Dus ik vind dat toch wel iets om heel hard over na te denken. Als wij niet investeren in natuur, in bijvoorbeeld wateropvang en alles wat daarmee te maken heeft, dan gaan wij echt gigantische gevolgen hebben. Niet alleen op klimaatvlak, wat dat op zich belangrijk genoeg is om het te doen, maar ook gigantische sociale drama's krijgen, zoals in Pepinster het geval was, maar ook hier al steeds meer in Vlaanderen zichtbaar wordt. Samenwerken met de natuur is vaak de goedkoopste oplossing en biedt daarnaast tal van andere voordelen aan de samenleving. Ik geef een voorbeeld. Hoe wapenen we ons het best tegen overstromingen? Dat doen we niet door het land vol nieuwe betonnen dijken te gaan bouwen. Nee, beter zorgen we ervoor dat onze waterlopen meanderen en dat er voldoende natuurlijk overstromingsgebied bestaat. Zo wapenen we ons tegen de negatieve gevolgen van overstromingen en het is meteen ook goed voor allerlei ecosystemen en de biodiversiteit. Waarom zou vooruit niet altijd inzetten op die natuurlijke oplossingen, die nature-based solutions? Ja, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens, want ik vind het een goede suggestie. En inderdaad, natuur moet onze bondgenoot zijn en niet onze vijand. Dat is misschien vaak zo bekeken in het verleden, maar niet bij ons. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat natuur onze bondgenoot is. En zeker als het gaat over water. Water moet natuurlijk zijn plek kunnen vinden. En daar wordt al veel meer over nagedacht dan vroeger. Dat is goed om te zien. Alleen mag dat wel een versnelling sneller. Maar bijvoorbeeld ook hier weer in Haarlembeke worden beken terug opengelegd. Wordt er uitbreiding gedaan, ook hier in de Gavers. En ik denk dat dat een heel goede zaak is, maar dat we dat gewoon op Vlaams niveau overal veel meer moeten uitrollen. Onze overheid spendeert jaarlijks minstens 13 miljard euro aan subsidies voor fossiele brandstoffen. WWF heeft becijferd dat we nog geen 5% van dat bedrag nodig hebben om onze natuur terug in goede staat te brengen. Waarom doen wij dat niet? Ja, goede vraag, want 13 miljard, dat is een gigantisch bedrag. Dat is echt ongelooflijk veel. Dat is 13 keer het bedrag van de kinderopvang in ons in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus dat is enorm veel geld. En dat geld stroomt inderdaad volledig naar fossiele brandstoffen, die dan ook nog eens zeer schadelijk zijn voor onze natuur, voor ons klimaat. Dus wij pleiten er al heel lang voor om die subsidies stop te zetten. Die zijn al een klein beetje verminderd, maar veel te weinig. Eigenlijk moeten we daar gewoon komaf mee maken en echt wel durven kiezen voor de toekomst. En de toekomst is er geen met fossiele brandstoffen. En dat bedrag kan minstens voor een deel effectief worden ingezet in onze nationale domeinen, in onze natuur. Ik denk dat dat een keuze is die de volgende regering echt eens moet durven maken. En de voorbije jaren is daar toch heel veel gelobbyd en beschermd geweest door een aantal partijen. Het wordt tijd, denk ik, dat we voor de toekomst kiezen. We stapelen de negatieve records op. 2023 was het warmste jaar ooit gemeten. En tijdens de klimaattop in Dubai in december is afgesproken dat olie, gas, kolen een afgelopen verhaal zijn. Moeten we vanaf. Hoe stelt u voor dat wij onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen hier bij ons in België afbouwen?
Een van de belangrijkste maatregelen daarbij is het renoveren van woningen. Dat gebeurt vandaag alleen vaak bij mensen die de middelen daarvoor hebben. Dus ik merk dat heel veel mensen willen renoveren. Het echt wel belangrijk vinden dat een woning klimaatneutraal is of energie-neutraal. Dat is trouwens ook goed voor hun eigen portemonnee. Alleen zit het systeem gewoon volledig verkeerd. Want we zien dat de renovatiegraad doorheen de jaren amper toeneemt. Dat komt natuurlijk omdat renovaties heel veel geld kosten. En als mensen al moeite hebben om een woning te kopen, is het vaak onmogelijk om dan ook nog eens tienduizenden euro's aan renovatie te gaan geven. Dus dat is een groot probleem. En daarom willen wij heel het systeem omdraaien en een voorfinanciering vanuit de overheid voorzien, waarbij woningen massaal worden gerenoveerd, massaal worden geïsoleerd, zonnepanelen worden gelegd enzovoort. En de gebruiker, de bewoner, kan eigenlijk afbetalen via de energiefactuur. Want als die woning beter wordt gerenoveerd, zakt de energiefactuur. En op die manier kan men eigenlijk die renovatie gaan afbetalen. Ik vind dat we dat echt gaan moeten doen. Omdat als wij onze woningen massaal beginnen te renoveren, dan zorgen wij ervoor dat wij niet meer afhankelijk zijn van andere landen. Bijvoorbeeld van Russisch gas. Wij hebben dit voorstel 4 jaar geleden gedaan in het Vlaams parlement. En toen was de bevoegde minister, Zoal Demir, er heel hard voor. Alleen in die 4 jaar is weinig gebeurd en hadden we het toen wel gedaan, ja, dan waren we nu een heel stuk minder afhankelijk van Rusland, waar we ook veel beter beschermd, was ons klimaat veel beter beschermd en hadden de mensen honderden euro's aan koopkracht uitgespaard. Dus laat ons dat nu maar gewoon doen. U heeft het over de renovatie van woningen, maar wil vooruit ook verder inzetten op wind- en zonne-energie? Ja, absoluut. Hernieuwbare energie is een van de belangrijkste toekomstperspectieven, denk ik, die wij hebben. Maar ook daar opnieuw, op heel veel daken liggen er helemaal geen zonnepanelen. Dus dat is nog altijd niet voldoende uitgerold. En ik ben er echt van overtuigd dat alleen wanneer je dat collectief vanuit de overheid overal uitrolt, dat het dan pas echt een effect zal hebben. Want zonnepanelen en hernieuwbare energie, ik ben er heel hard voor. Maar iedereen moet natuurlijk wel mee kunnen voordat het ook echt zijn effect heeft. En daar zal de overheid toch wel echt collectief naar een aanpak moeten gaan. Ons systeem botst op de grenzen van de planeet. Natuurlijke hulpbronnen zijn niet onuitputtelijk. Het klimaat verandert en ecosystemen dreigen in te storten. Hoe gaat vooruit samenwerken met de natuur om voor ons mensen een duurzame toekomst te garanderen? Met andere woorden, hoe gaat vooruit het doen met de natuur tijdens de volgende legislatuur? Wel ja, ik denk dat heel veel natuurorganisaties gewoon alle expertise in huis hebben, dat er veel meer moet worden samengewerkt. Dat gebeurt al op veel plekken waar wij besturen, lokaal, maar ook bijvoorbeeld in West-Vlaanderen hebben wij de gedeputeerde voor natuur en bosbeheer. En daar is de voorbije jaren heel veel op ingezet, samen met de natuurorganisaties. Maar ik denk dat het ook op Vlaams niveau gewoon samen moet worden gekeken waar er veel meer bos kan worden aangeplant, waar we ook aansluiting kunnen vinden tussen bos- en natuurgebieden. En hoe we er ook voor zorgen, dat blijft voor mij ook een belangrijke, dat iedereen ook wel tot in de natuur geraakt. Dat is denk ik ook nog een uitdaging. We moeten ook wel zorgen dat er voldoende openbaar vervoer is, zodanig dat mensen ook vanuit de grote steden tot bij de natuurgebieden geraken. Oké. En hoe gaat vooruit de natuur hier bij ons herstellen zonder Europese natuurherstelwet? Ja, wij zijn voor de Europese natuurherstelwet, laat dat duidelijk zijn. En het is niet omdat die wet er niet meteen komt, dat we de ambitie niet moeten hebben om wel heel hard naar natuurherstel te gaan, om daar ook echt in te investeren en vooral te zorgen dat de ambities die ooit zijn aangegaan, namelijk de aanplanting van veel meer hectares bos, dat we die ook gewoon realiseren. Ik zit hier trouwens in West-Vlaanderen, in de meest bosarme provincie van het land. Dus er is echt wel nog heel veel werk om daar meer mee te doen. Ten slotte hebben wij nog een vraagje via de iPad van een van onze jongeren. Ja, oké, super. Dank u. We steunen vaak op toekomstige technologieën om klimaatverandering op te lossen. Maar gezien de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen op dit moment, blijkt het dat tegen de tijd dat we nieuwe technologie vinden en dat we die dan nog optimaliseren, het waarschijnlijk al te laat is. Zou deze technologische vooruitgang niet gepaard moeten gaan met een meer diepgaande verandering van ons economisch systeem die momenteel gebaseerd is op kapitalisme? Het is een moeilijke vraag, maar heeft absoluut een punt dat er veel te weinig is gebeurd voor hernieuwbare energie. Ik denk, er is wel heel veel innovatie en technologie op dat vlak, dus dat is voorhanden. Maar ik vind dat wij een grote verantwoordelijkheid dragen over de vorige overheden als het gaat over de uitrol daarvan. Je kan natuurlijk wel technologisch en innovatief zorgen dat er hernieuwbare energie is, maar als die niet wijd verspreid is, als er geen zonnepanelen op elk dak liggen, als er geen
windmolens overal staan, omdat die vaak worden tegengehouden, ja, dan draag je als overheid gewoon een verantwoordelijkheid voor de uitrol daarvan. En dat zorgt er ook voor dat we inderdaad op sommige vlakken gewoon te laat komen. Dus ik pleit er opnieuw voor om heel fors te versnellen en vanuit de overheid collectief ervoor te zorgen dat er op elk dak, op elk huis hernieuwbare energie komt. Denkt u ook niet dat we naast inzetten op technologie ook moeten evolueren naar een systeem dat bijvoorbeeld minder afval produceert? Minder afval, maar ook de consumptiemaatschappij heeft er denk ik ook wel wat mee te zien. Het is gewoon zo dat heel veel mensen heel veel aankopen en dat daar soms een soort opbod gecreëerd wordt, zeker online. En dat is ook een van de grote bezorgdheden bij mij als ik zie dat er heel veel pakjes online worden besteld. Wat ik snap, ik doe dat zelf ook, dus ik ben daar absoluut niet tegen. Maar dat die wel kosteloos kunnen worden teruggestuurd, ja, dan creëer je natuurlijk wel een consumptiemaatschappij waarbij dat er continu online wordt besteld. En waarbij er bijvoorbeeld 5 paar schoenen, ik zeg maar iets, worden besteld om er 1 paar te houden en al de rest terug te sturen. Dat heeft een enorme impact natuurlijk op ons klimaat en ook op onze economie en op de mensen die werken in dat soort bedrijven. Dus daar zal ook wel echt moeten worden ingegrepen. Voor ons, voor vooruit, willen wij het gratis retourneren aanpakken en er toch voor zorgen dat daar een bijdrage komt, zodanig dat er niet meer zomaar zo massaal wordt teruggestuurd. En ten tweede, ik merk dat heel veel mensen dat niet weten, maar veel van de kledij die wordt teruggestuurd, wordt gewoon vernietigd. Dus ik vind dat heel spijtig om te zien dat heel veel kledij dan gewoon verdwijnt. Ik denk dat veel mensen denken, als ik het niet houd en ik stuur het terug, dan komt het wel bij iemand anders terecht. Maar dat is heel vaak niet het geval. Melissa de Prateren, bedankt voor dit gesprek. Dank je wel.